appel, een peer, een aardappel enzovoort. Ik ben Elke van Achterberg, ik ben 15 jaar oud en ik doe aan rolstoelschermen. Ik vind het schermen heel erg leuk, omdat het is een combinatie van veel bewegen, maar je moet ook nadenken. Ja, het aanvallen vind ik ook gewoon geweldig en de hele sfeer die er omheen hangt. Ik geef er alles voor. School gaat natuurlijk voor, want een diploma is ook gewoon belangrijk. Maar daarnaast maak ik alle vrije tijd die ik heb, wil ik besteden aan het schermen en aan sporten. Op school? Ja. Ja. Dankjewel. Kom, we gaan meteen eten. Ja. Ik heb 4 jaar geleden een koprol gemaakt en ben daaruit verkeerd terechtgekomen. Daaraan heb ik CRPS aan overgehouden. En dat houdt in dat ik heel erg zenuwpijn had. Ik had daar zoveel last van dat ik uiteindelijk mijn been heb laten amputeren. Ik ben benieuwd of Thijs of Biram wordt tegen wie je moet schermen. Ja, nu ben ik zo gelukkig en ik doe alles wat ik kan doen. En het schermen heeft me heel veel gebracht en heeft me ook nog veel gelukkiger gemaakt. In Nederland is er maar 1 wedstrijd per jaar en daardoor ga ik de hele wereld over voor grote wedstrijden zoals World Cups, de WK's. Ja, ik vind het super gaaf. Ja, ik ben gewoon hartstikke trots op dat als je pas zo kort een sport bedrijft en je doet als een van de jongsten mee in het seniorencircuit. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots op je of je dochter zijn. Vanavond is de opening van de Paragames Breda. Dat is een heel groot sportevenement waar allemaal Paralympische sporten worden gesport. En Elke is gevraagd om samen met haar vereniging een demonstratie te geven. Ik ga je proberen een doekje te maken. Met, ik ga jou helemaal in maken. Stelling klaar, trek! Als ik aan het schermen ben, vergeet ik gewoon alles wat er om me heen gebeurt. Je hebt niet meer in de gaten dat er mensen zijn. Je gaat gewoon helemaal op in jezelf en gaat voor iedere punt. En iedere punt is een stap dichter bij de winst. Kom Elke! Je krijgt zoveel power en energie van. Dat is wat ik, waar ik zoveel van hou, van het schermen. Ja, het ging heel goed. Ik heb gewonnen. Dus super. En, het was ook heel leuk om te doen. Elke is leuk. Gedreven en pijn of tegenslag lijkt haar niet te deren. Dus ik zou zeggen, kandidaat, misschien nog geen Rio 2016, maar dan wel Tokio 2020. En dan minimaal zilver.